Welkom allemaal. Dit is de tweede video-uitlegfilm over de geostrofische wind en het gaat over de Corioliskracht. Wat ga ik laten zien? Ik ga eventjes vertellen wat de Corioliskracht precies is, hoe die ontdekt is. En ik wil jullie een filmpje laten zien over de Corioliskracht. En dat is, het filmpje is de reden waarom hier een aparte presentatie over is, want ik kreeg het niet allemaal in één uitlegvideo gepropt. Goed, dan gaan we het hebben over deze meneer. Deze meneer is meneer Corioli. Dat was een bekende Franse ingenieur en natuurkundige, maar hij was ook een heel goed biljarter. En natuurkundigen, dat zijn altijd een beetje gekke mensen. Deze meneer Corioli, die vroeg zich ook dingen af die wij ons in het dagelijks leven nooit zullen afvragen. Hij vroeg zich namelijk af, wat zou er eigenlijk gebeuren als ik op een ronddraaiend biljart ga spelen? Wat zal er dan gebeuren met de beweging van die ballen? Er is geen enkel normaal persoon die dat bedenkt, daar moet je een natuurkundige voor zijn. Wat hij ontdekte, is dat alles wat op een draaiend oppervlak beweegt een afwijking krijgt. En de richting van de afwijking hangt af van de draairichting van bijvoorbeeld het biljart. En de grootte van de afwijking hangt af van de snelheid waarmee het biljart rondjes draait en de snelheid waarmee die biljartballen bewegen. Nu gaan we eerst kijken naar een filmpje over de Corioliskracht. Jullie zien hier twee natuurkundigen die op een soort ronddraaiende stang gaan zitten, een platform gaan zitten en die gaan een bal overgooien. Waarom ze die jas aan moeten, dat weet ik ook niet. Vervolgens gaat die stellage rondjes draaien en je ziet wat er gebeurt. Ze proberen die bal over te gooien, maar het probleem is natuurlijk dat als je recht naar de overkant gooit, dat de persoon naar wie je gooit, dat die al van plaats veranderd is. Dat die al opzij gegaan is. Nu gaan ze twee dingen laten zien. Het eerste wat ze doen is wat gebeurt er als de camera stilstaat. Dus er wordt van boven een filmpje gemaakt en je ziet de camera staat stil. Wat is dan de baan van de bal? En als je goed kijkt, dan zie je die bal, die gaat gewoon rechtuit. Die voldoet gewoon aan de natuurkunde van Newton. Alle voorwerpen bewegen in een rechte lijn. Dus dat gaat goed. Maar wat gebeurt er nou als de camera rond gaat draaien, mee gaat bewegen met dat draaiende platform? En je ziet al wat er gebeurt. Die bal die krijgt een gigantische afwijking. En dan zien we hier hoe dat gaat. Dan krijgen we weer een mooie stippenlijn te zien. En het hangt dus eigenlijk van je standpunt af of de bal een rechte baan beschrijft of dat hij een kromme baan beschrijft. Als je stilstaat ten opzichte van het ronddraaiende frame, dan gaat alles in een rechte lijn en de bal gaat gewoon rechtuit. Maar als je meedraait met het frame, dan krijgt de bal een afwijking. En als je de andere kant op gaat, dan zie je ook, dan is de afwijking de andere kant op. En dat is ook nog wel belangrijk, dat zullen we zo zien. Oké, dit was het filmpje. Samenvattend, in het stilstaande frame beweegt de bal gewoon rechtdoor, zoals meneer Newton het vertelt. In het meedraaiende frame krijgt de bal een afwijking en die afwijking die veroorzaakt, wordt veroorzaakt door de Corioliskracht. Nou, er is wel iets met die Corioliskracht aan de hand, want het is natuurlijk wel vreemd dat als je stilstaat dat je er geen last van hebt en als je ronddraait dat je er wel van last van hebt. Het is namelijk een schijnkracht. Het is een beetje hetzelfde als de kracht die je voelt als je in een auto zit en je remt plotseling. Dan schiet je naar voren en dan lijkt het dus alsof er een kracht op je werkt die je naar voren duwt. Dat is helemaal niet zo. Het heeft ermee te maken dat de auto afremt terwijl jij nog vooruit beweegt. Er is dus eigenlijk geen sprake van een echte kracht, maar van een verandering van de versnelling. En daarom heet het een schijnkracht. En dat is met die Corioliskracht ook zo. Op een ronddraaiend voorwerp heb je altijd te maken met een versnelling. En dat zorgt voor schijnkrachten.